Hallo, ik ben Sandra Drinkwater en ik ben jeugdspecialist van de school als vindplaats. Ik neem jullie graag mee met wat wij allemaal doen. Als jeugdspecialist werk ik op verschillende scholen. De scholen kunnen de specifieke kennis die ik over kinderen en gezinnen heb voor hun leerlingen inzetten. Jeugdspecialisten zoals ik zijn meestal op vaste tijden te vinden op de scholen. Als u als ouder zorgen of vragen heeft over het gedrag van uw kind, hoe klein ook, dan kunt u op school zo bij ons binnenlopen. En ook leerkrachten kunnen met een vraag over het gedrag van een leerling bij ons terecht. Wanneer er zorgen over een kind zijn, dan vragen we eerst aan de ouder of we mee mogen kijken en of we mee mogen denken. En als dit mag, dan observeren we hoe het kind zich gedraagt. We kijken bijvoorbeeld mee in de klas of bij de gym of bij het buitenspelen, daar waar het gedrag opvalt. Ook voeren we gesprekjes met het kind of doen we bijvoorbeeld een spelletje. Dit doen we zo snel mogelijk, soms al binnen een week. Geen moeilijk gedoe of een wachtlijst dus. Als jeugdspecialist denk ik mee over wat er gedaan kan worden, zodat een kind weer beter in zijn vel zit. We worden ingeschakeld voor advies, tips en ideeën, maar ook om snel en kortdurend een kind of de ouder te begeleiden. Dat gebeurt op school, maar dat kan dus ook gewoon thuis gebeuren. Als er een vraag van een leerkracht is, zullen we, voordat we het kind zien, altijd eerst met de ouders kennis maken. Even horen of ouders dezelfde zorgen hebben of de gedachten van de school herkennen. Want we werken wel vanuit school, maar we zijn er voor het kind en de mening van de ouders is dus net zo belangrijk. Zij kennen hun kind immers het allerbeste. Ons doel is om alle kinderen zo prettig en veilig mogelijk met zelfvertrouwen groter en sterker te laten opgroeien. En om grotere zorgen te voorkomen. Altijd in overleg met ouders en school. Ik denk dat elke school een jeugdspecialist in zijn team moet hebben. Omdat je krijgt korte lijnen, je bent snel bereikbaar. Je hebt een specialist die kritisch kan kijken hoe jouw school is. En je hebt een sparringspartner. En dat vind ik erg belangrijk, want wij kijken alleen maar vanuit onderwijs. En zo'n specialist haalt andere disciplines bij. Dus zo'n specialist in je school zou ik erg fijn vinden. Dat zou een echt grote meerwaarde zijn voor ons.